Ja, ik ben wethouder in Culemborg en ik werk keihard aan de energietransitie. Dus ik probeer Culemborg energie-neutraal te krijgen. Ik doe dat in eerste instantie voor, om een schonere wereld achter te laten voor mijn kinderen en kleinkinderen, voor onze kinderen en kleinkinderen. Juist op lokaal niveau moet de partij aan de slag, moet in beweging komen. En ik vind dat je als gemeente een belangrijke aanjaagfunctie hebt om die partijen ook bij elkaar te brengen en te zorgen dat er iets gebeurt. Dat doen we in de gemeente, dat doen we ook in de regio. We zijn met alle gemeenten in de regio Rivierenland bezig om te kijken of we een energiestrategie kunnen maken. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je gebruik maakt van de energie die in de samenleving zit. We hebben in Culemborg een heel klein budgetje gehad om initiatieven van mensen voor elkaar te krijgen. En dat levert heel veel ook positieve energie op. Mensen komen in beweging, denken van, oh, dat idee is leuk om te doen. Dus sluit daarbij aan. En maak gebruik van de denkkracht die in de samenleving zit. En ik vind het GEA en alle kennis die daarbij wordt gegenereerd heel belangrijk als inspiratiebron voor alle andere gemeenten. Nou, het congres is zo'n punt waar je even bij elkaar komt en de energie voelt om door te gaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen regelmatig bij elkaar komen en van elkaar horen wat iedereen doet, om op zo'n manier weer met volle kracht vooruit te kunnen gaan.